Lieve mensen, met Christel. Ik ga vandaag een liefdesreading doen. Met allemaal frummeltjes en kaarten. En ook bijna allemaal zelfgemaakte dingetjes allemaal. Voor jouw geliefde. De eerste groep, dat is de oranje vlinder. En de tweede is de rode vlinder. Dus ik hoop dat je wil liken, abonneren op mijn kanaal en tot zometeen. Lieve eerste groep, ik ga de kaarten pakken. Ik leg hem even op de kop, dan kan ik wil zelf natuurlijk niet zien wat ik pak. Even wachten. 4. Nee, even zonder is nog. 5. 6. 7. 8. 9. Nee, zonder aan. 10. Ik heb er 10 mensen. Ja, door het een hele aparte reading dit. Goed, wat wil jouw geliefde zeggen? Wat is er aan de hand? Ik vind jou wel lief hoor. Ja, heb misschien gezegd dat hij jou echt, misschien helemaal niet zo lief om. Hè? Of heb gedaan heel onverschillig. Dat je denkt van, vindt hij nou mij leuk? Ja of nee, hè? Maar hij vindt jouw persoontje, vindt jou echt wel heel lief. En hij droomt ook over jou. Ja, het universum geeft hem vanzelf dromen, hè? Dus het valt niet meer te ontkennen eigenlijk. Hij droomt over jou. Hij zegt, ik ben er altijd voor je. Dus hij wil er altijd zijn voor je. Ja, hij moet de sprong wagen misschien, of jij naar hem. Zet hem op, zegt het universum, wij vangen je op. Als je gelooft in hoop. Ja, er is altijd hoop, dus jouw geliefde moet die sprong wagen in de hoop dat het goed komt natuurlijk. Hè? En misschien jij ook wel. Hè? Ik denk aan je, zegt hij. Ja, hij wil jouw koning zijn. Hij zegt thanks voor alles wat je voor me doet. Ook al is het op afstand, hebben jullie geen contact. Jullie energie stuurt hem eigenlijk vooruit. Hij wil geknuffeld worden. Het universum zegt wel dan, hij is wel op de goede weg. En hij heeft ook bewondering voor jou. Er gaat iemand met je mee. Ja, er gaat iemand met je meelopen. En dat kan hij dus heel goed zijn, hè? Iemand die precies bij je past. Goed. Ik heb een hele tas met rommeltjes. Heel fijn gebruikt. Ik heb wat kaarten bij gedaan. Alles en nog wat zit erin. Nog even wat andere dingetjes pakken. Dan kaartjes. Ja. Oké. Zo is wel even mooi. jij bent zijn grootste wens. Misschien dat zijn letter met zijn naam met E begint. Misschien jouw letter. Of tweede voornaam of zijn achternaam. Hij wil trouw zijn aan je. Hij wacht op je. I. Kijk maar of het resoneert met je. Dus I is opnieuw beginnen. Hij wil weglopen uit de situatie waar hij in zit.
wil echt een bekentenis doen van dat hij echt van je houdt, hè? Ja, hij wil sterker worden, strong. En stabiliteit in zijn leven creëren. Hè? Wil echt wel sterk en stabiel bij jou komen. Hè? En ook de kracht hebben om dingen toe te geven aan jou. Hè? De liefde toe te geven. Weg te lopen uit de situatie. Ja, dus hij wil echt sneller gaan dan nu. Hè? Met de, op de trein zitten hier. Ja, hij wil echt naar jou toe. Hij heeft de hele tijd niet gepraat met je. Geen contact. Ja, hij was, het kan zijn dat hij nou in een helingsproces zit. Hij is ook heel vaak teruggefloten door het universum misschien, maar ook door mensen om hem heen. Die zeiden van, dan gaan we niet doen wat jij wil, hè, om weg te lopen. Het kan dus in een gezinsverband zijn. Kan ook zijn ouders, kan het werk zijn, ja, kan van alles zijn, hè. Ja, het was waarschijnlijk een derde partij. Drie tandenborstelen in een beker. Drie tandenborstels, hè. Ja, als iemand kan logeren, dan heb je zo'n drie tandenborstels. Ja, er was één partij te veel hier. Hij wil je knuffelbeertje zijn. Ja, en dit is een beetje de zonkaart, dus hij wil gelukkig zijn met je. Misschien op vakantie naar een zonnig eiland of zo. Een zonnig land. Goed, kijken wat hij nog meer wil zeggen tegen je. Je bent de ware van mij. O God, laat mij sterk zijn en de juiste keuze nemen. De weg van mijn hart volgen. Want je bent wel zijn, zijn keuze eigenlijk. Hè? Je zit wel in zijn hart. Hij moet die sprong misschien wagen, hè, naar jou toe. Hij wordt opgevangen, dus hij daar moet niet bang voor zijn. Hè, om die sprong te wagen. Ja, ik wil je zo graag knuffelen en kussen. Ja, met dat beertje. Hè? Dus dat wil hij heel graag. Ik was zo bang om alles los te laten. En misschien heeft hij de sprong al gewaagd in sommige gevallen. Maar anderen zitten misschien daar tegen aan te hikken. Weten dat ze het moeten doen, maar ja, iets in hun vindt het nog een beetje eng. Hè? Het oude vertrouwde achter je te laten is ook eng. Door jou zijn mijn ogen geopend, zegt hij. Ik ben zo bang dat je op me uitgekeken bent. Daar is hij wel een beetje bang voor. Omdat het misschien zo lang duurt, hè. Denkt hij misschien, nou, is misschien een eigen leven begonnen. Maar hij zegt, hier bij mij is je thuis. En dan, ik voel een leegte in mijn ziel en hart. Hij mist je heel erg. Dus niemand kan dat opvullen, behalve jij, hè. Jij bent zijn ware zielenliefde, hè. Je bent iemand die hij niet eerder zo is tegengekomen. Iemand die uniek is eigenlijk, vergeleken met andere mensen eigenlijk, met wie hij dus gedate heeft of zo. Hè? Of een relatie mee gehad heeft, of waar hij nog steeds in zit. Maar hij moet wel de sprong wagen, hè. Dus hij is wel bang van dat je, of je hem wel wil, ja of nee. Hè? Dat is een beetje onzekerheid van zijn kant. Maar daar moet hij sterker in worden en gewoon vertrouwen. En de sprong wagen. En ook al weet hij niet precies waar hij uitkomt, hij wordt opgevangen. Goed, dat was de eerste groep. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Hallo, tweede groep met de rode vlinder. Nou, we gaan de andere kaarten pakken. Vergeet niet te liken en te delen en te abonneren op mijn kanaal. Het is gratis. Ik ga 10 kaarten voor jullie pakken. Hij ligt een beetje ver weg.
Of heb ik er nou? Even kijken hoor. 1. Ik wil er 5 hebben. Nou, moet ik er nog 1 erbij hebben. Goed, laten we kijken hoe het met jullie liefde is. Nou, in ieder geval een heleboel papegaaien. Dus waarschijnlijk zit hij in een grote groep met mensen. En er is veel geroddel. Het kan op de werk zijn, werkvloer. Ja, of een groot gezin of wat dan ook, grote familie. Ja, hij wil naar je toe varen. Dus, en hij zit al te kijken van, ben ik al aan land? Hij wil echt sneller vooruit. Hij wil met de wind mee. Hè? Zelf aan het roer staan. Van zijn eigen boot. Top gedaan. Dus het universum vindt echt wat hij goed zijn best doet. Ja, hij is ook wel trots op jou. Trots op jou wat je allemaal gedaan hebt. Hij houdt je ook in de gaten. Jij, check je. Want hij mist je ook echt. Hij wil echt bij je zijn, mis je. Voelt zich waarschijnlijk alleen. Stiekem met de gluren, hè, naar je. Wees flexibel en sluit een compromis. De ene keer geef je en de andere keer neem je. Ja, misschien was hij eerst wel een beetje... Dat hij te weinig gaf aan je. Hij nam alleen maar. Dus dat moet in een balans zijn. Hè? Ja, hij heeft je lief. Herenbeestje. En 2 hartjes. Hij is verliefd op je. You are my happy, wild and free. Ja. Hij wil wild en vrij zijn. Vrij uit de situatie waar hij in zit. En je maakt hem ook gelukkig. Je bent een gelukkige ballonnetje. En dit is Be My Sweetheart. Wees mijn lieverd. Hij wil je dolgraag als, ja, als iemand. Als een vriendin, zeg maar. Hè? Een relatie mee opbouwen. Als je gelooft in hoop. Ja, je had andere kaarten, ja, andere groep had deze kaart ook. Dus hij moet hoop houden, hè? Jullie moeten alle 2 hoop houden. Dat jullie bij elkaar komen. Goed, ik heb een hele zak met rommeltjes hier. Heel de tijd niet gebruikt, ik heb nog wat kaartjes erbij ingedaan. Degenen die mij lang volgen, die hebben deze wel eens gezien. Nou, nog een paar. Voel van alles. Zo. Oké. Okay. Eerst al de kaartjes. Ja, hij wil graag met je een bad. Hij wil je bad eens zijn. Hij wil nieuwe herinneringen maken met je. Hij weet dat jij... geluk brengt, dat jij echt hem heel gelukkig kan maken. Hij hoopt natuurlijk dat hij jou ook gelukkig maakt. Dat is wel de bedoeling natuurlijk. Ja, hij mist jou heel erg. Maar ook hij mist je erg, maar ook weer bang op jou, van jouw reactie. Hij gaat steeds dichterbij bij je komen. Hè? Dichterbij komen. Take care, zegt hij. Hou, zorg goed voor jezelf. Ik kom dichterbij. Ik denk dat de bangigheid een beetje weggaat. Wel bang om jou te benaderen misschien, maar bang om de stap te zetten wordt minder.
We hebben de G hier. De U. Dus misschien zijn naam voor een letter, achter een letter. En dit is, ja, hij wil sneller vooruit met de trein. En we hebben hier nog de K. Kan dus ook weer voor- en achternaam zijn, hè. Ja, hij gaat dingen loslaten, de wc-pot. Ja, komt een bericht. En misschien dat het universum wel helpt met het loslaten, hè. Want er is liefde. Hij wil geluk, hij wil liefde, getting there. Hij zegt, ik ga er komen. Ik kom steeds dichterbij, ik wil geluk. En ik ga er zeker komen. Dus maak je geen zorgen, hè. Jouw geliefde komt dichterbij. Getting closer. Elke dag, hè. Kijken wat hij nog wil zeggen tegen je. Want je bent de ware voor mij, hè. Dat heb je nou wel door. Kan je wachten om de deur voor je open te doen? Ja, hij mis je gewoon. Ja, ik ben niet gelukkig, ik mis je. Ik wil geen conflicten meer met jou. Dus waarschijnlijk hebben jullie conflicten gehad. Hij is niet gelukkig zonder jou. Laten we het daarop houden. Ik ben door het universum voor een keuze gesteld. Jou, onze liefde, of de oude situatie. Ik koos jou. En dat is heel positief, hè. Ik heb er twee en jullie hebben eentje extra als de andere groep. Als ik terugkom, dan blijf ik voor altijd. De keuze ben jij, jij alleen. Dus het universum heb je ingegrepen, lijkt wel. Die heb gezegd van, ja, wil nou dat je keuze maakt. Laat ouder los. Kies voor deze liefde. Maar ik koos jou en de keuze ben jij, jij alleen. Dus ja, van, nou, wat kies je? Deze liefde op of de oude situatie. En heb de oude situatie, gaat hij loslaten. Of het al gedaan, dat weet ik natuurlijk niet. Er is verschillen, misschien de ene wel, de ander niet. Misschien zit hij in een rustperiode, een reinigingsperiode, helingsperiode. Ja, dat hij daarom nog geen contact opneemt. Maar hij heeft wel voor jou gekozen, deze groep. Dus dat is wel mooi, hè? Goed, dat was het, mensen. Dus tot de volgende keer maar weer. Doei!